jaarlijks herdenken we op 4 mei, ook in Haren. Waarom is dat zo belangrijk voor ons? We willen ons herinneren wat onze dorpsgenoten overkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen waar ook ter wereld. Opdat wij nooit vergeten en om ons bewust te blijven van het belang van respect, verdraagzaamheid, acceptatie. We hechten aan onze vrijheid. Het jaarthema 2021 van ons Nationaal Comité 4-5 mei is dan ook Na 75 jaar vrijheid. We hangen ook in Haren op 4 mei onze vlaggen half stok en herdenken bij ons monument dat in 2020 werd onthuld op ons nieuwe plein voor het gemeentehuis. Mede op verzoek van Marinus van Baast is het oude monument uitgebreid met zuilen waarop de namen van Harense burgers, omgekomen door oorlogsgeweld. Zijn vader was één van hen, waar hij verderop in deze film over vertelt. In 2020 legde Marinus een krans bij het monument. Een plaats waar de Harense verzetsmensen, de Harense veteranen en ook onschuldige Harense burgers genoemd, geëerd en herdacht worden. Samen met onze bevrijders. En hier staan en zitten we nu, bijeengekomen om het deels vernieuwde monument met de zuilen straks te gaan onthullen. Verleden leren, het heden ontvangen, op de toekomst vertrouwen. Neem me mee, overal heen, om vrijheid te vieren, om vrijheid door te geven. Maar Merle, kun je aangeven in je eigen woorden, hè, wat versta jij onder vrijheid? Ja, dat je gewoon vrij kunt zijn. En ja, ik vind het ook fijn dat wij gewoon alles kunnen doen wat we willen, overal heen kunnen gaan, naar school kunnen gaan, ja. Wat gebeurde er dan in ons dorp Haren tijdens de oorlogsjaren? Beelden die ons daaraan doen herinneren. Mevrouw Bertie Pijnenborg vertelt over haar basisschooltijd in 1943. Duitsers kwamen en die de school gingen bezetten. En ze noemden dat inkwartieren. Wij kenden dat woord niet, inkwartieren. Wat zou dat zijn? Maar dat bleek, die soldaten die in Haren gekomen waren, die moesten overnachten, die moesten slapen. En er werden de scholen gevorderd en die moesten leeg. En wij konden niet naar school. Maar ze hadden die schoolbanken, die hadden ze eruit gehaald. En het was zomer. En toen hebben ze gevraagd bij boeren die een beetje een grote stal hadden, of daar school gegeven kon worden. Nou, dat is gebeurd. En zo gingen de schoolbanken bij die boeren op stal. En ik weet, bij Kees Verhoeven, daar werd de school gegeven voor de jongens. Althans, voor mijn broers, die kwamen daar. En die hadden daar, ik denk de vierde klas of zo, ik weet het niet precies. De vierde, vijfde klas. Nou, en ik ging naar de familie Pijnenburg. En we zaten gewoon met tweeën in de bank. En ik geloof dat er twee of drie rijen waren, maar dat lag aan de stal, hoe groot en hoe breed dat die was. In Haren waren veel onderduikers
zoals Benno Bonnewit, die 2,5 jaar verbleef bij de familie Merks. Hij kreeg daar uit veiligheid de naam Benny de Bond. Zijn zus werd na de oorlog geboren en vertelt over de ervaringen van haar ouders en broer. Mijn vader en moeder woonden met mijn broer van ongeveer 4 jaar oud in Amsterdam. Wij zijn Joods en tot de oorlog uitbrak leefden zij een goed leven. Mijn vader was handelsreiziger en zijn rayon was in Zuid-Nederland. Hij verkocht textiel. In 1943 werd het te gevaarlijk om in Noord-Holland te blijven wonen. Mijn vader was in goed contact met een van zijn klanten, de zusters Jaan en Miet Snellen, en boden zij aan dat mijn ouders bij hun zouden komen onderduiken. Mijn broer Benno werd de naam Benny de Bond gegeven en hij kwam terecht bij de buren Jos Merks en zijn twee zusters. Benno wist niet dat zijn ouders zo dichtbij zaten, bij zijn ouders. Dat vonden ze veiliger zo. Mijn ouders konden hem zien, maar hij kon hun niet zien. Ze konden alleen 's avonds, als het donker werd, naar buiten en leefden in constante angst. Ze wisten op dat moment heel goed wat er zou gebeuren als ze gepakt zouden worden. Het was een hele moeilijke tijd voor alle Joden. 6 miljoen zijn er vermoord alleen omdat ze Joden waren. Gelukkig dat er mensen waren zoals de zusters Snellen en de familie Merks, die onze familie toentertijd hebben geholpen. Mijn ouders hebben lange tijd na de oorlog contact gehouden en toen Benno ging trouwen, was Jos Merks bij het huwelijk aanwezig. Ik ben geboren na de oorlog en ik kan vertellen, alleen mijn ouders en Benno zijn uit de oorlog gekomen zonder familieleden te verliezen. En tot vandaag aan toe zijn wij zeer dankbaar voor de hulp die er toen verleend werd in Haren aan onze familie. Tijdens de oorlog werd Harendaal, het groot seminarie waar priesters werden opgeleid, door de Duitsers gebruikt als gijzelaarskamp. Ook werden er mensen die de regels van de Duitsers overtraden, gevangen gezet. Zo ook Marie, een verzetstrijdster die ons vertelt over haar ervaringen. Het is zo, ik zou het zo weer doen, maar ik zou niet meer zo naïef zijn. Wij waren te naïef. Ik ging maar vrolijk met de fiets op de pont en iedereen zag mij. En ik ben ook verraden. Dat zou ik in vervolg wel anders doen. En het motto is iets wat mensen raakt. En ook dit motto, opdat wij nooit vergeten, is een uitermate belangrijke zin die wij de afgelopen weken regelmatig hebben herhaald en ook vandaag aan de orde zal zijn. We hebben daar echt heel veel gezongen. We hebben ook gezongen als ze weer straf kregen, het Duitse liedje Die Gedanken sind frei. Dat hebben we heel vaak gezongen. En dat kon je in Haren doen. Wat erg wat jij hebt meegemaakt, dat zeggen ze wel eens. Maar het heeft me wel gevormd. Ik weet wat het leven waard is. En dat is toch wel heel wat. Ik ben, weet je,
Ik zeg altijd, ik ben blij dat ik leef. Ik heb een opdracht. Ik leef. Doe het dan ook. Onder begeleiding van Kees van Roesel van Gedenkplaats Haren herdenken leerlingen van de Harense basisscholen elk jaar bij de poort van Harendaal. Ter nagedachtenis aan alle mensen die met veel angst in oorlogstijd deze poort der zuchten passeerden. Toen de Duitsers hier de baas waren en merkten dat de Nederlanders de wetten niet goed naleefden, werden hier mensen gegijzeld. Dat waren bekende mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan Frits Philips, de baas van Philips. En er zijn ook gijzelaars vermoord omdat de Nederlanders volgens de Duitsers niet goed luisterden. Maar de gijzelaars hadden geen vervelend leven hier. Die mochten alles. Mochten rondlopen in het gebouw, mochten lezen, mochten muziek maken, maar ze mochten niet naar huis. Toen die wereld voorbij was en de gijzelaars weggingen en de wetten nog strenger werden, werd het een gevangenis. Zo'n 3000 mensen hebben hier gevangen gezeten. Van deze 3000 mensen die door deze poort naar het gebouw gingen, er zijn er veel bij en die hebben gewoon een hele verschrikkelijke tijd gehad hier. En die gevangenen, die sliepen in een klein celletje, vaak met 4 tot 8 mensen in zo'n cel. De poorten zuchten. Mensen kwamen binnen met trillende knieën en mensen gingen naar buiten met trillende knieën, maar niet allemaal naar huis. 1 keer per jaar komen jullie hier om daar een krans neer te hangen. Denk er even na en dan spreek voor jezelf de hoop uit dat in jouw leven zoiets verschrikkelijks niet mag gebeuren. Heel netjes jongens, een compliment voor jullie dat jullie dit zo keurig gedaan hebben. En dan maken we een, met z'n allen een mooi boeket van. Een boeket dat al deze mensen die hier gezeten hebben echt verdiend hebben. De bevrijders rukten op vanuit het zuiden en bevrijden in oktober grote delen van Brabant. De Harenaar Nout van den Braak herinnert zich nog goed wat er gebeurde. Maar wat toen gebeurde, op een gegeven moment was die beschieting hier op de kerk. En waardoor was dat gekomen? Die schotten die waren van via S, kwamen die in de richting Haren. Hebben in de Belgische straat nog behoorlijk wat tegenstand gehad. En dat is ook behoorlijk geschoten. Toen zijn ze van de Belgische straat uit, van de Neesakker richting Heesakker, zijn ze dwars door de Belgische akkers, wouden ze richting het dorp Haren gaan. En wat gebeurde toen in de Roonse straat, dat was dus de eerste huizerij zeg maar, dat waren allemaal boerderijen, de meeste waren allemaal met rieten daken. Toen waren ze daar ongeveer een paar honderd meter van vandaan, of nog korter. En toen kwamen daar Duitse militairen achter die huizen uit en die hadden een panzerwijzer en die schoten daar 2 tanks in de fik. Daar zijn geloof ik 2 militairen mee gedood. En toen hebben ze hals over kop, hebben die schotten, want dat waren dus de schotten die ons bevrijden, die hebben dus hals over kop terug moeten trekken. En toen zijn ze de kerk gaan beschieten.
En waarom deden ze dat? Ze dachten dat vanuit de kerk een post zat van de Duitsers en die precies kon coördineren waar die Duitsers zaten. Of die schoten kwamen dus. Ja. En daardoor hebben ze de kerk beschoten. De meeste granaten zijn hier op de kerk bij de klokken gevallen. En de granaten die misten, die zijn verschillende terechtgekomen op het dak en op de kapel hier van de zusters toen. En ook hier boerderij van schoenmakers, die hier stond, kan ik me herinneren dat op een gegeven moment daar een granaat in het rieten dak was geschoten. En boer Schoen dacht, daar gaat heel de zaak in de fik. En die heeft gauw al zijn koeien losgemaakt in de stal en naar buiten gejagen. Daarvan is één koei is de scherf geraakt geweest en die lag op de weg hier ongeveer voor de kerk. Dat zijn allemaal van die kleine herinneringen die ik dus toen dus opgedaan heb. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Het was heel rustig geworden, er werd niet meer geschoten. Mijn vader dacht, ik ga toch eens kijken. En die ging op handen en voeten, want we hadden een winkel en er was een voordeur met een grote raam erin. Hij dacht, ik ga toch eens heel voorzichtig kijken of er iets te zien is. En hij kijkt naar buiten toe en dan keek hij tegen de rug van de militair aan. En daar schrok hij van. Ik dacht, en hij zag in een auto staan en dacht, hij dacht, daar komen de Duitsers hier en die beginnen daar weer te schieten. Maar dat was niet, het waren Schotten. En er waren voorposten van de Schotten, met zo'n gepanzerde auto eigenlijk. En die gingen bij het gemeentehuis op de hoek staan. En pas daarna, later, toen bleek dat de Duitsers, hun constateerden dat de Duitsers vertrokken waren, toen is eigenlijk pas op gang gekomen dat de militairen hier naar Haren kwamen. En maar even terugkomend op de Roonse straat. Ik als manneke van 11 jaar, wij mochten natuurlijk niet uit de kelder van vader, daar was er niet bij toen, dat was veel te gevaarlijk. Maar op een gegeven moment mochten we dan wel naar buiten en toen zag ik op de binnenplaats, en daar is me ook altijd bijgebleven, er lag zo laag mee as. En nou bleek daar afkomstig te zijn van al die boerderijen, de rieten daken, en dat was allemaal zachtjes neergedwarreld. Dus die dag was het ook heel goed weer, dat kan ik me nog goed herinneren. Het was oostenwind, kan niet anders, want anders had dat bij ons niet terecht kunnen komen. En dat zijn zo van die kleine herinneringen die erbij blijven. Onze dorpsgenoot Marinus van Baast vertelt wat hij als 10-jarig jongetje meemaakte tijdens de bevrijding van Haren. Dus morgens om 7:00 waren wij al bevrijd. Maar waar de Duitsers waren heel slim en we zitten hier tussen Es en Haren in en daar was er een brug over de Essenstroom. En deze brug die werd door de Duitsers opgeblazen. Dus er kon geen aanvoer meer zijn van de Schotten en Engelsen. En dus kwamen de Duitsers hier weer terug. En toen gebeurde het dat hier veel slachtoffers vielen. Schotten die kwamen voor de tweede keer bij ons. En die riepen en eerst kwamen ze met geweren zo kijken binnen of er Duitsers eventueel waren. Toen ze zagen dat er helemaal geen soldaten waren of zo, toen kwamen ze naar ons en riepen, kom, want jullie zijn bevrijd, hè, op een of andere manier, op een heel vriendelijke manier. En ik zie nog dat er een soldaat, die gaf ook een stukje chocolade aan mijn zus. Dat was allemaal al geweldig, dus die waren heel vriendelijk. En toen gingen mijn broers, wij bleven nog, de kinderen, de jongsten, bleven nog in de kelder. En de ouderen gingen allemaal met mijn vader en zo mee naar buiten. Mijn moeder bleef bij ons in de kelder, maar mijn vader ging naar buiten. En toen ze goed en wel buiten waren, toen werd op een bepaald moment vanuit het centrum van Haren werd geschoten, teruggeschoten door de Duitsers op de Schotten. En toen viel er een granaat vlak voor het staldeurtje en daar werd mijn vader heel erg door geraakt. Wij zaten hier te wachten hoe het met ons vader af zou lopen in Veghel.
Nou stond hier vlakbij, daar stond zo'n put wat ik straks verteld heb. En daar zaten wij meestal allemaal zo'n beetje rond. Op een gegeven moment, mijn broer Wim, die was heel lichtgewond. En die kwam de volgende dag, kwam die al naar huis. Maar die durfde niet gaan te vertellen aan mijn moeder dat mijn vader ondertussen diezelfde dag als hij naar Veghel is gegaan, de 26e, al overleden was. Toen is hij naar de buurman gegaan, dat is van de Wouw, en die is samen met mijn broer gekomen om het verhaal aan mijn moeder te vertellen dat mijn vader overleden was. Op 4 mei herdenken we ook onze moedige verzetstrijders. En we herdenken ook de Schotse soldaten die ons op 26 oktober 1944 bevrijden. John Fay was één van hen. Een jonge vader, omgekomen tijdens die bevrijdingsactie. Zijn kleinzoon vertelt. Hello everyone, I'm David Lucas and I'm delighted to be able to speak to you today. Before I begin, I just wanted to thank Mr. Van Roosel for working so hard to find me and to tell you that I've learned so much about Haren in the short time we've been speaking. As you probably know by now, my grandfather was killed during the Second World War through the severe fighting for the liberation of Haren in 1944. Sadly, this was before I was born, and actually my mother, his daughter, herself was only 9 years old at that time. I know for a fact that until her own untimely passing in 1987, she missed him every day. My grandfather is buried in Bergen-op-Zoom, and although I have actually been there several times, I actually did not know too much about Haren until recently. The cemetery in Bergen is beautiful, it's peaceful, and you can tell that it holds so many stories. Official records many years ago were not as good as they are today, and it took us a long time to find his grave. You can imagine that when my mother and I arrived for the very first time, it was a highly emotional moment. I can see from the photographs I've been sent that there is a memorial plaque in your village that includes my grandfather's name as well as many other brave people. This makes our family very proud that he gave the ultimate sacrifice to defend important freedoms and to care for people, especially in Haren, whose families now show their respect to him. As soon as I can, I will make a trip to Haren and I will see your village with my own eyes. I would like to imagine what it might have been like all those years ago when there was so much trouble. I do look forward to that day. Obviously, I regret not knowing my grandfather, and it is my sincere hope that none of you nor your families ever have to experience those horrible days. Never forget, the world is full of people like my grandfather who selflessly care about other people. My heartfelt thanks to the people of Haren for remembering those who died at that time and for never letting their memory fade. This has created an eternal connection for me with Haren. So thank you and God bless. Een jaarlijkse herdenking dus, vanaf 2019 georganiseerd door ons eigen Harense comité 4-5 mei. Ja.
standbeeld van Engeltje Witloks, wiens tuintje mooi versierd is met een 60-tal tulpen. Deze zijn gemaakt door de leerlingen van groep 8 van de beide basisscholen en ze hebben er teksten op geschreven die hun gevoelens en gedachten weergeven bij de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Kees van Roesel van Gedenkplaats Haren heeft hen er al veel over verteld en 2 weken geleden hebben ze samen met de burgemeester een bloemstuk gehangen op de poort van Harendaal. Oorlog. Die tijd moest verschrikkelijk zijn geweest. Niet alleen voor de Joden. Oorlog, het was als een groot beest. Waarom moesten er zoveel doden? Er was zoveel verdriet. Waarom moest het zo lang duren? Iedereen die het ziet. Zelfs door alle muren. Gevangen in ons eigen land. Was er dan niemand met een helpende hand? Zoals Engeltje Witloks in Haren. Oorlog, dat is toch nooit te verklaren. Dit mag niet nog eens gebeuren. We houden voor altijd vrede. Want de wereld hoort in kleuren. Oorlog, blijf in het verleden. Op de eerste plaats zijn we hier in het centrum van 3 namen die belangrijk waren in de oorlog. Engel Witloks, meneer Vissers en meneer Van der Wildenberg. Van der Wildenberg en meneer Vissers, we zetten ze even hier in het zonnetje. Deze twee waren ambtenaar op het gemeentehuis. En iedereen in de oorlog moest een persoonsbewijs hebben. Nou waren er hier in Haren in die periode ongeveer 100 jonge mensen tussen de 19 en 25 jaar en die waren hier ondergedoken. En wanneer de Duitsers naar een paspoort vroegen, klopte dit niet. En dan, de bedoeling was eigenlijk dat ze allemaal te werk gesteld werden in Duitsland. Nu besloten deze twee helden om deze mensen te voorzien van een andere paspoort. Ze gingen de paspoorten vervalsen. En in het begin werd dat niet zo gecontroleerd, maar gaandeweg de oorlog werd die controle veel strenger. En toen besloten een groep mensen om dit bevolkingsregister, om dit te overvallen in het gemeentehuis, alles te vernielen, zodat er niets meer aanwezig was in het gemeentehuis. En dat hebben ze ook gedaan. En om een lang verhaal kort te maken, ze zijn inderdaad opgepakt. En ze zijn allebei via Harendaal zijn ze vervoerd naar Duitsland. Is omgekomen in Buchenwald na waarschijnlijk een hele, hele lange en trieste leven op zijn einde. En meneer Van der Wildenberg, Marius Van der Wildenberg, is nooit gevonden. Ze weten niet waar hij van boord is. Dankzij toch wel deze moedige inzet van deze mensen zijn er heel veel jongelui ontsnapt aan transport naar Duitsland om daar te werken voor de oorlogsindustrie. Vandaar ook dat we hier deze namen hier prijken in deze straten. En ik denk dat we er trots op mogen zijn dat we deze mensen dagelijks passeren en even aan hen denken. Een andere man die de moeite waard is om te noemen, en dat is Engelbert Witloks. Ik kan boven de naam. Nee, later, ja. Goed. Deze man die werkte bij Van Gent en Loos, een transportbedrijf. En elke dag kwam hij met een wagentje, een karretje met een paard ervoor, erop allerlei pakketten die vanuit Oosterwijk richting Harendaal gingen. Richting het kamp, kamp Haren. En hij was daar een geziene gast, want hij bracht spullen mee. Want de Duitsers en de bewaking, die waren blij dat ze spullen kregen van thuis. Die vonden het altijd leuk om hem te ontmoeten. Maar buiten de spullen die voor het kamp besteld waren, waren er ook spullen bij die bedoeld waren voor de gevangenen en voor de gijzelaars. En dat gebeurde allemaal in het geheim. Dat gebeurde allemaal stiekem
Dat gebeurde allemaal in goed overleg. Zelfs onder zijn pet had hij nog brieven zitten voor mensen die smeekten om een bericht. Bij hem thuis, hij woonde bij de Oude Toren, kwamen vaak 30, 40 mensen per dag om te vragen: wil je deze brief meenemen? Weet je niet iets te vertellen over iemand van onze familie? Kun je mij iets meer geven? Kun je eventueel wat voedsel meenemen? Want wij zijn zo bezorgd. En dat deed hij. En er staat ook geschreven dat hij 's morgens wel eens wegging van huis en dat hij bij zichzelf afvroeg: zal ik hier vanavond nog wel terugkeren? Want er hoefde maar één man te zijn die dat spel wat hij speelde doorgrondde, die zag dat er dingen bij waren die niet pasten, dan waren de rollen omgekeerd en dan had hij gevangen gezeten. Hij heeft dit 2,5 jaar volgehouden. Enorm wat die man gedaan heeft. Daarom, toen de oorlog voorbij was, toen hebben de gijzelaars en de gevangenen die nog leefden geld bij elkaar verzameld en dit beeld laten gieten, dit bronzen beeld. Daar staat hij. Engelbert Whitlocks. Aan de ene hand een koffertje met daarin alle boodschappen die hij naar Harendal bracht en van Harendal weer terug naar de familie. En door deze toch wel moedige daden wordt hij beschermd door een engel die over zijn schouders hangt en die waarschijnlijk regelmatig in zijn oren gefluisterd heeft: je doet het goed, engeltje, je doet het goed. Dank je wel. Langzaamaan 8 uur. 8 uur. Het moment waarop in heel Nederland 2 minuten stilte is. 2 minuten stil. Want wat toen gebeurde mag nooit vergeten worden. Ook in Haren niet. De 2 minuten worden voorafgegaan door de Last Post. Gespeeld door Pierre van de Hurk van muziekvereniging Sint Gregorius. Na de 2 minuten stilte speelt muziekvereniging Sint Gregorius het Wilhelmus. Mag ik u vragen de stilte in acht te nemen? Bye.
En mag ik u dan ook vragen om daarna op uw plaats terug te gaan voor een nog kort vervolg van deze bijeenkomst. Dan wordt nu de eerste krans gelegd door onze eigen veteranen. Door Gijs, Bert, Peter, die in Libanon streden. En door mijn eigen vader, Marine Schoenmakers, die voor ons in Oost-Indië streed. Als nieuw comité wilden we graag samen het volgende bloemstuk leggen. Daarom vraag ik Pauline, Mariette en Ricky om namens het volledige nieuwe comité 4 en 5 mei het bloemstuk neer te leggen. En daarom vinden wij het ook heel bijzonder dat we dit jaar voor het eerst hier na deze herdenking onze bevrijdingslopers gaan uitzwaaien. De mannen en vrouwen die namens ons allen het bevrijdingsvuur gaan ophalen in Wageningen als overgang naar onze vrijheid die we morgen vieren. En ik wil daarvoor het woord geven aan wethouder Adrienne Verschuren. Heren en vrouwen bevrijdingslopers, mag ik jullie uitnodigen om even bij mij te komen staan. Naast jou of voor jou, wat wil je? Achter jou. Achter jou, achter jou. Ik ben blij dat ik hier nog een kort woord mag richten tot jullie, onze bevrijdingslopers. Gelukkig zijn er dit jaar ook voldoende vrijwilligers gevonden om het bevrijdingsvuur op te gaan halen. Het is dankzij jullie, het Haris Comité 4 en 5 mei, de gedenkplaats Haren en uiteraard in het bijzonder onze bevrijdingslopers, dat we hier ook dit jaar weer staan. En dat we het herdenken van de slachtoffers en de viering van de bevrijding op deze manier kunnen doen. Het is een mooie en bijzondere traditie dat jullie vanuit het dorp Haren in Wageningen het bevrijdingsvuur op gaan halen. In Wageningen wordt jaarlijks het bevrijdingsvuur ontstoken in de nacht van 4 op 5 mei. Lopers uit heel ons land brengen het naar hun eigen plaats. Zo ook onze Harense bevrijdingslopers.
aanwezig en welkom ook onze lopers. We zijn vannacht vertrokken vanuit Wageningen om het bevrijdingsvuur hier naar Haren te krijgen. Gisteravond hebben we hier in Haren met een nieuw comité een hernieuwde herdenking gehad. Het was een hele mooie herdenking. En samen met de veteranen, met de gedenkplaats. En ook in de andere dorpen zijn herdenkingen geweest. Maar daarna zijn jullie naar Wageningen gegaan om daar het bevrijdingsvuur te halen. Dat vuur wordt al sinds 1948 ontstoken. En waarom is dat bevrijdingsvuur? Bevrijdingsvuur staat eigenlijk voor vrijheid en vrede. En dat betekent dat wij hier in vrijheid kunnen zijn. Het thema dit jaar is vrijheid om te kiezen. Samen met 1800 andere Nederlanders door heel Nederland zijn gaan rennen. En om hier ook eigenlijk iedereen, ook in Haren, toch weer te laten weten. Jongens, het is er. We zijn vrij. Wij kunnen dit. En ook dit jaar hebben we herdacht op 4 mei. Zij het met veel minder mensen vanwege de beperkende maatregelen rondom corona. We hebben weer stilgestaan en kransen gelegd bij ons monument. Ter nagedachtenis en in het besef dat herdenken ons waakzaam houdt. Beste inwoners van Haren, beste veteranen, zeker ook beste nabestaanden van mensen die in de oorlog hun leven verloren. De oorlog heeft nogal huis gehouden in Haren. In het mooie boek Een wandelend dorp, het mooie boek over Haren dat binnenkort bij u allemaal op de deurmat valt, wordt heel indringend beschreven wat er allemaal is gebeurd tijdens de oorlog in Haren. Onvergetelijk zou je kunnen zeggen hoe verwoestingen zijn aangericht, hoe ook heel veel jonge mannen naar Duitsland moesten en natuurlijk ingezet werden in de eerste dagen van die oorlog. Heel ingrijpend. En omdat het zo ingrijpend was, is het ook goed dat wij namen blijven noemen. Dat wij iedere keer zeggen, wat hier staat op dit monument, dat betonen wij eer. Omdat mensen geweldige inzet hebben geleverd voor onze vrijheid. Vrijheid die we niet altijd waarderen, maar die we wel meer zijn gewaardeerd sinds corona. Want dat heeft ons als het ware afgesloten van die bekende vrijheid. Met natuurlijk de hoop dat die vrijheid weer terugkeert. Als gevaccineerd wordt, als er langzaam een stukje hopelijk wegebben is van dat erge virus. Vrijheid verloren, vrijheid gewonnen. Dat is wat wij nu hopen en dat is ook wat mensen hoopten tijdens die oorlog. En al die mensen die hoopten, maar het met hun leven moesten bekopen, die herdenken wij op deze 4e mei. Ik ben heel blij dat u op deze digitale manier een beetje mee wil gedenken. En ik hoop dat als wij stil zijn hier op het plein, dat u op dit moment stil bent. Dank voor uw bijdrage. Juf Marie-Claire vertelt hoe op de basisschool veel aandacht is voor herdenken. Kinderen leren over oorlogstijd, bezoeken kamp Vught en gedenkplaats Haren. Ze benadrukt het belang van samenleven met respect en oog voor elkaar. Oorlogstijd, maar ook allerlei uitdagingen, tegenslagen in het leven van kinderen nu, vraagt om veerkracht en daar hebben we elkaar hard bij nodig. Het is belangrijk om dat te blijven bespreken met de kinderen, want veel voor elkaar over hebben, leren ze al in hun eigen kleine kring.
En dan is het 5 mei, de dag dat de vlaggen gehesen worden en we de bevrijding vieren. Op deze foto zien we evacuees die weer huiswaarts keren. Evacuees waren mensen uit plaatsen waar het voor hen niet veilig was tijdens de oorlog. In Haren werden op verschillende plaatsen evacuees ondergebracht. Nout van den Braak herinnert zich nog hoe de bevrijding in Haren werd gevierd. Daarna, dat zou wel misschien de week erna zijn geweest, was het een heel feest voor het gemeentehuis. Ja. En draaiden ze muziek en iedereen was aan het dansen, gewoon op de keien, ja. Zeggen ze wel eens. En ja, dat zijn van die dingen, dat was toch wel mooi natuurlijk. We blijven jaarlijks herdenken en onze bevrijding vieren. There's someone asking for me. Tell that I live for your love. Before you came, I only survived. So tender and empty inside. My dear, listen to my prayers, begging that you come back, or come back to love me. I know that one can love alone, but maybe by tomorrow I will love you by my own.